De verdachten van de mishandeling op de Vestdijk hebben van de rechter in Den Bos minder gevangenisstraf gekregen dan was geëist. De Vlaamse hoofdverdachte Brent L. kreeg tien maanden jeugddetentie, waarvan vier voorwaardelijk. Brent S. kreeg twee maanden cel. Tegen hen was er respectievelijk twee en één jaar geëist. De Nederlandse verdachte Tom kreeg zes maanden jeugddetentie, waarvan drie voorwaardelijk. De rechter heeft de hectiek naar aanleiding van de camerabeelden op internet, de spijtbetuiging van de verdachte en hun jonge leeftijd meegewogen in de strafmaat.